Hi, ik ben Stijn van Bax Music en vandaag ga ik iets vertellen over de Bose T4S Towmatch. De T4S Towmatch van Bose is echt een typische mixerstructuur systeem. Dit is heel handig natuurlijk, want je kunt op de L1 en de F1 serie zitten standaard in- en outputs, maar geen echte mixmogelijkheden. Dat kan dus met deze mix wel, is er ook speciaal voor gemaakt en heeft een aantal hele handige functionaliteiten die we zo meteen even gaan belichten. We gaan eerst sowieso eerst even kijken wat er aan fysieke in- en outputs op zit en wat de functionaliteit is. Als we de achterkant van deze mixer bekijken, dan zien we een aantal fysieke in- en outputs. Om te beginnen hebben we hier twee netwerkaansluitingen. Dat zijn je aansluitingen naar je F1 of naar je L1 systemen. Dat is de bekende structuur of aansluiting waar Bose zelf mee werkt. Dat is een eigen protocol. En vervolgens hebben we hier alle in- en outputs. Nou, hij heeft 4 XLR-inputs. Waar je dus microfoons op kunt aansluiten of jack aansluiten, want het is een combinatie. Dus in het midden is een jack en anders normaal een XLR. En daarbij nog 2 jack aansluitingen. Voor de rest, buiten de inputs hebben we natuurlijk ook nog outputs. We hebben 2 stereo uitgangen die je dus als extra uitgang kunt gebruiken, bijvoorbeeld een monitoring. Of voor een extra systeem die je eraan wilt hangen. Voor de rest hebben we hier nog ook wat digitale aansluiting. We hebben een USB aansluiting. Dit is echt om media was en mp3'tjes af te spelen. En we hebben een USB to host, zodat je hem ook als interface kunt gebruiken. Dus je kunt alle in- en outputs kun je dus ook via deze interface laten lopen naar een laptop toe. Oké, dan aan de voorkant. Ja, ja. Kun je het zo goed zien? Ja. Ja. Nou, als we naar de voorkant kijken, zie je dat het een hele overzichtelijke layout is. We hebben hier de 4 gain-knoppen. Die worden eigenlijk in kleuren aangegeven. Als die wit is, heb je gewoon signaal. Als die wit is, dan heb je geen signaal. Is die groen, dan heb je een normaal signaal. En is die rood, dan heb je een pieksignaal. Dus zo eenvoudig werkt het eigenlijk. Daarnaast hebben we dan ook nog 4 edit functies. En onder deze edit functies zitten alle processing. Daar zitten de effecten, daar zitten de equalizer, de compressies. Dat zit allemaal dus hieronder verscholen. En dat kun je dus door middel van deze 3 navigatieknoppen kun je dus volledig bedienen. En dan hebben we hier natuurlijk uiteindelijk de draaiknoppen. Dus zoals we normaal schuiven hebben, heb je hier dus de draaiknop om dus mee te kunnen mixen. En we hebben hier nog een mute functie, zodat je heel snel in en uit kunt schakelen om het geluid dus te laten muten of niet. Uiteraard hebben we hier natuurlijk een master output om je master volume mee te bedienen. En we hebben nog een aparte koptelefoonuitgang. Hierboven hebben we ook nog een dialknop voor de effecten. Want er zitten natuurlijk een aantal ingebouwde effecten. En hier kun je dus kiezen welk effect je wil kiezen. En met de edit functie kun je dus ook de effecten, dus de hoeveelheid effecten, ook instellen per kanaal. Hij is standaard ook voorzien van een phantom functie. Dus je kunt de microfoonkanalen kun je dus ook allemaal phantom voeden door middel van deze knop. Wil je meer informatie met betrekking tot de Bose T4S Towmatch? Klik dan op de link hieronder en je wordt doorverwezen als een productpagina. Vind je dit een leuke review? Like hem, deel hem en word vooral lid van ons YouTube kanaal.